Vandaag ben ik in de nieuwste winkel van Ethos in Den Bosch. En ik ga hier een huidscan laten maken, omdat ik heel erg benieuwd ben hoe ik mijn huid nou optimaal kan verzorgen. Nou, even terug, want ik hoor je denken een huidscan in een Ethos winkel laten maken. Ja, ja, dat kan tegenwoordig sinds de huidkliniek voor Ethos in het leven is geroepen. In zo'n nieuwe Ethos, daar is dan een behandelkamer van de huidkliniek aanwezig. En aan de hand van een huidscan kunnen ze dan precies vertellen welke producten en welke behandelingen jij nodig hebt. En ook ter plekke uitvoeren. Nou, ik ben heel erg benieuwd, dus laten we gaan! Hey Jeanette, leuk dat je er bent. Hallo, nou dankjewel. Jij ziet eruit alsof je er al helemaal klaar voor bent. Maar Anne Fleur, kan je me nog één keer uitleggen wat een huidtherapeut nou precies doet? Ja, deze vraag krijg ik echt ontzettend vaak. We hebben allemaal een vierjarige hbo-opleiding gedaan tot huidtherapeut. En we behandelen eigenlijk heel veel verschillende soorten huidaandoeningen. Dus al onze behandelingen zijn gericht op huidverbetering. Oké, toffe job lijkt me. Heel leuk, ja. Wat gaan we vandaag doen? Nou, vandaag gaan we eerst een huidscan maken. Dat doen we door middel van de Observe. De Observe maakt een foto van je huid in 6 verschillende soorten licht. En zo kunnen we een kijkje nemen in de diepere huidlagen. Spannend wel. Ja, en heel leuk, want als we een huidscan hebben gemaakt, dan is er een op maat gemaakt behandeladvies en een persoonlijk productadvies. Oké, nou, ik kan niet wachten eigenlijk. Nou, laten we gaan zitten. Ja. Benieuwd. Vertel. Ja, laten we gaan kijken. Nou, zo ziet je huid eruit in daglicht. Dus zoals je zelf ook in de spiegel ziet. De volgende foto zien we eigenlijk alle roodheden van de huid. Je ziet duidelijk dat je wel wat roodheden hebt, hè, rondom de neus. Dit is de structuur van je huid. Dus je ziet al beginnende rimpeltjes en lijntjes op het voorhoofd. Ja, 1, 2, 3, 4. Nou ja, ik ben ook al bijna 30, dus ja. Het mag ook, hè? Ja. Dit is het UV-licht, dus dan zien we de pigmentvlekjes van de huid. Ik wist niet dat het zo erg was, want ik had het al wel een beetje gezien, maar dit is wel... Ja, dat kan je dus zien door middel van zo'n scan. Heel leuk. Deze foto zie je wat voor soort huidtype je hebt. Laatste foto, niet schrikken. Oh, wat is dit dan? Zo zou je huid er kunnen uitzien over 10 jaar. Dat betekent dat alles wat je nu ziet eigenlijk al in je huid zit, maar nog niet helemaal zichtbaar is. Op basis van wat ik nu zie, zou ik je een behandeling willen adviseren en dat is een facial. Ja. Een facial is een hele mooie kennismaking met de huidtherapie. Nou ja, we kunnen daar echt een glow mee creëren in je huid. We kunnen wat onzuiverheden weghalen, dus daarmee kunnen we je huid echt wel een beetje een oppepper geven. Okay. En het is een hele mooie eerste stap, want we kunnen later altijd nog de behandelingen wat intensiever maken. En dat kunnen we doen door middel van een chemische peeling of microneedling, bindweefselmassages. We doen heel veel verschillende soorten behandelingen. Bij die Ethos ook natuurlijk. Precies. En bij een behandeling hoort natuurlijk ook een productadvies. Want een behandeling en producten, dat geeft eigenlijk het beste effect. Dan zou ik zeggen, laten wij beginnen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Laten we starten. Ik ga eerst je huid even goed reinigen. Dat doe ik met de Cicaplast Lavant. Dus daarmee kunnen we je huid even helemaal schoonmaken. Nou, en tijdens de behandeling gebruik ik alle producten van La Roche-Posay. Oké, en die producten van La Roche-Posay zijn dan ook weer in de Ethos-winkel verkrijgbaar? Ja, zeker. En dat maakt de samenwerking zo leuk tussen de Ethos en de huidkliniek. Dat we de producten van La Roche-Posay gebruiken in de behandeling. En je kan ze ook naar de hand kopen bij de Ethos. Ik vind het dus zo bizar dat ik hier in een Ethos-winkel lig. Dat snap ik. Nou, stap 3 is een scrub. Okay. Ja, met een scrub verwijder je heel mooi de dode huidcellen. Nou, we gaan nu beginnen met de dieptereiniging. Nou, ik ga gewoon je huid eventjes helemaal nalopen op onzuiverheden. Dus ik haal wat verstopte poriën weg, wat mee-etertjes, pukkeltjes als je die hebt. Dus ik ga je huid even helemaal schoonmaken. Nou, dit is het masker. Die ga ik bij je aanbrengen. Nou, dit masker zorgt voor een hele mooie hydratatie van je huid. Zo krijg je ook weer echt de glow op je huid. En hij zorgt ook voor het kalmeren van je huid. Vertel, wat vond je ervan? Ja, ik vond het dus best wel ontspannend. Ja. Nou, ik zie het ook. Je hebt echt wel weer een glow, wat je wilde. Ik zou zeggen, kijk zelf eventjes. Kom maar even. Ik wil het zeggen, ik ben heel benieuwd. Oh ja. Het is helemaal schoon ook, lijkt het. Ja, nou dat komt dus door de dieptereiniging. Dus al die poriën zijn mooi schoon. Nou ja, dat is wat we kunnen doen met een facial. Maar mocht je zeggen, ik wil nog een iets intensievere behandeling of ik wil toch wat meer op dat pigment gaan werken, dan kunnen we altijd nog iets van een chemische peeling doen om daar nog even wat verbetering in te krijgen. Nou, echt heel erg bedankt, Anne Fleur. Ja, graag gedaan. En als jij nou ook advies wil van een huidtherapeut, ga dan naar de huidkliniek voor Ethos. En daar kunnen ze jou precies vertellen welke producten en welke behandeling jij kan doen. Naar aanleiding van die huidscan dus. Heel erg leuk. Nogmaals bedankt. Ja, graag gedaan. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!